Beste Zeewoldenaren, kent u iemand die we in het oranje zonnetje moeten zetten? Een vrijwilliger bij uw sportvereniging, een culturele vereniging, iemand die actief is in onze gemeenschap en dat al vele jaren doet, dan zou hij of zij in aanmerking kunnen komen voor een koninklijke onderscheiding. Dat is een procedure die duurt nogal wat maanden, dus wat dat betreft moet u er snel bij zijn. Kijk daarvoor op onze website. Daar vindt u meer informatie en het aanvraagformulier. Want het lijkt mij ontzettend leuk om mensen waarvan u vindt dat ze in het zonnetje gezet moeten worden, om die koninklijke waardering te kunnen geven. In 2024 bestaat onze gemeente 40 jaar. En er zijn mensen die al heel veel jaren heel veel voor onze gemeenschap gedaan hebben. Dus kent u iemand die in aanmerking zou kunnen komen voor een koninklijke onderscheiding? Kijk even op onze website aan welke voorwaarden voldaan moet worden. En dan zie ik graag uw aanvragen tegemoet. Dank u wel.